Welkom bij een video vandaag met League of Legends. Road to level 30. En ik heb een gast die beweert dat hij de slechtste jungler ooit is. Dat is hij niet, want dat ben ik. De Shaco beweert dat. En ik wil Annie. Sorry, want hij moest deze video. Hoe laat is het? 19 uur en hij moest om 16 uur vandaag online zijn, maar. Ik had het druk. Dat was mijn excuus. En ik kan hem nu pas opnemen, want ik heb nu pas tijd. En het spijt mij en dan zeg ik later. En ik. Misschien jungle. Balen. Dan kan hij zoveel farmen. En hij kan dan zulke goede items halen. En dan is het over de game. Dan is het over. Want dat is jungle. Ja? Ja? Wil wel, maar ik kijk wel even een stukje op mijn kamer en dan kom ik zo naar beneden. Wat? Oh. Ik kijk straks wel. Ik kom straks wel naar beneden. Kut. Ja? Ja. Ja hoor, is goed. Ja, die wil ik wel aanzetten. Maar Roosline zei dat het al afgelopen was. Oké. Okay. Ik zat te kijken van level 2. Ik hoop het. Sion, ik weet niet waar hij is, maar hij heet Sion bot. Oh, ik heb nog wel een. Oh, ik had een keer een potje gedaan. Oh my god, mijn tv staat niet aan. Niet goed aan. Ga naar Nederland 1. Kom op, ding. Ga naar 1. Please. Go on. Mooi zo, ik kan nog een stukje kijken dan. Hey, dat. Mm-hmm.
Nu hopen dat ik dus om de level 16 word, want dan is het tenminste wat. En ik word level 32. Level IP 32. Ik hoop dat jullie deze serie ook leuk vinden. Geef namelijk een zeer veel likes op deze video, want nu mis ik voetbal. Even wat damage doen hoor. Wel mooi dat wij... Ik pak even een heel pot. Geen twee. I know, yeah. Nice, de eerste helft is nog dus af. Chill. Het is zo namelijk dat die al afgelopen was. Wacht even. Nee. Dat is niet goed. I'm the worst. jungler. Ever. Ik ben ook echt super slecht, niet jongen. Oeps. Oeps. Nemen de wereld over te doen. I have been slaat. Oh my god, nope, 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 nope. Nope. Ik dacht mijn Q. Ik ben goed geladen. Blijf er niet. Nope. Oh. Nou, relatief. Goed. Voor mij. En dat kost gaat omhoog. Mijn damage ook. Wie is er los? Moet ik tanken of niet? Ik ga die levelen er naar die. Bij deze. Go away. From the dirt there. No, no. Beter pas je op. Wie heb ik als Trina en Petion? Niet zo zeker. Ik ga hem met skills. Dus net ook als Jacob. Ik zie echt wel van, nep of echt? Of sexy. Kunnen ze tegenwoordig niet meer typen of zo? Ben ik de enige die kan typen? Heb ik een update gemist of zo? Kun je daar meer tegen? Oké. Peter, kom jij ook zo? En dan gaan we misschien een kill pakken. Oh no, let me go where I go stand. I wherever we wander land. Let's go beyond. Sorry. Dat was Peter Baden van mij, ja.
Ik bewaar mijn stun even voor een moment. En ik heb mijn bewaar mijn heal ook nog even. Dat ik gewoon zo meteen. Oh. Beter lokken we hem even hierheen. Lol. 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 Geweldig. Hey Veldman. Ik hoor dat Veldman is D. Ik ben Veldman, alleen met de T. Ik ben met D. Nee, D. T, maar. Een klein verschiltje maar, hè. Ik heb nu. Wat meer op in dat soort dingen. Het is gewoon echt leuk. Ik heb even lekker terug. Dat is nice. Escape to the max. Dat is zo mooi. Vond ik. Ik ga vanuit dat jij die nog hebt. Get him! Nope. Jij hebt nu een biersoort, jij hebt nu geen biersoort. Nice. Dan kunnen we keihard poken bij deze. Zo schrijf ik geen S, joh. Ik ben de echte keer aan die naam hoe het schrijft. I don't looking. See you on back, see you on back. Maar wel mijn super gank op level 6. Met die ult namelijk. Nee, jij bent er ook weer flabber. Nou, gezellig hoor. Hopelijk voel je je bek. Ik had redelijk wat damage erop gedaan als ik eerlijk ben. Maar niet genoeg. Bij zou ik boots. Dan had ik het misschien wel overleefd. Ik had mijn grote berenvriend, mijn knuffel. Maar mijn knuffel was niet sterk genoeg. Oh nee, spitstuk champion. Ik had bijna geen AP damage. En toch knalde ik even die damage eruit. Het was gewoon loser met die BF-soort. Dat is een beest dan hoor. Ik zweer. Maar ik vind. Dit. Waarom mag Lucian gekills? Lucian nu maar 1 kill. En Lucian verdient echt gewoon 3 kills. Ik wil eigenlijk aan jou geven als het kon. En dan geef je mij maar die 1 assist. Bijvoorbeeld, het moet beter. Jij houdt ook nog je assist. I'm missing my big killers. Nou, je hebt hem in je handen en over 30 seconden is hij weer bij je. Schöne! Ja, 2-1! Hey! Ajax fan. Ja. Ela, oh la la. Yeah! Ajax scoort! Helemaal blij. Bam! 1-2. Ajax, nice. Je scoort niet. Ik bedoel, jij kan me niet raken. Ik ben nu in voetbalstemming. Sorry, ik kijk even om. Wacht, ik moet even goed zitten voordat ik het omheen kan. Oké, zie je al, pas op. Ik hoor het.
wordt. Ik heb een goede. Kan monsters niet worden, kom. Shoot, er. Onverwachte. Zop, zop, zop. Oh, wacht. Dat is niet echt meer. Dan lukt het wel. Late game nemen we vandaag winnen. 10-3. Jou heet het ja. Ik weet maar dat ik kill hem. Ja, ik heb veel meer damage. En ik heb alleen maar meer armor, dus minder damage. Komt kijk. Check dit. Ik zie 60 armor, 50. En doe dan damage op jou. Ja. Dat is minder. Maar dat ga ik niet doen. Klasse schöne. Hij is 12 hoger dan mij. Hij heeft geen niet heel veel damage, dus dan kom ik wel mooi eruit. Eten gaan we zo meteen even stoeien, hoe je het ook wil noemen. Ik vind dat ik hem wel aan kan. Ook al ben je 200. Ik gok dat ik hem hier wel precies aan kan. Ja. En hij speelt zich daar boven me down. Dat was zijn plan. Ik heb eigenlijk flash nodig. Dat ik erin kan gewoon. En ik ga bam! Heb je mel. Dit is nog mooi. Items. Tech speed. Tech speed op je mouw. Even kijken. Wat verdienen is. Ik heb geen goede idee. Ik had een stunt! Oh my god. Help. Please. Bot. Mijn AD carry gaat naar bot. Mijn jungle game niet. Chill. Heel chill. Ideaal. Toch? Ja. Iedereen wil dat. Ik moet niet lachen. Ze hebben geen kills. Ja, eerst niet dan. Ik ken eerst zo goed, maar nee. Toen kwam hun. Ik ben op zijn ergens, maar ik durf niet in mijn eentje. En zo'n spelen ga ik ook mee doen. Weet u? Nee. Je bent een beer! Eet hem op! Mijn beer is een watje.
bij deze. Maar zoals ik al zei, kijk, het eerste potje verlies ik altijd, let op. Echt altijd, misschien één keer niet of zo, maar grotendeels wel. Mine. En zo verdoe ik dan ook niet. Oké, thanks for the vision. Met die allebei de teams zijn gewoon noob, alleen is het... Ik kan niks. De speler. Hier. Niet zo snel, joh. Ik kan hem niet bijhouden. Of tenminste, hij kan wel mij bijhouden. Dat bedoel ik eerder. Of ik al die. Speed. Tip knap. Maar gaat er ook in, terwijl je weet dat je dat niet kan doen. Jij kan het eruit ook niet, jij bent niet dood. Het is gewoon zo. Ik kan er niks meer aan veranderen. Compleet niks. We hebben verloren. Ja. Verloren en verloren. Letter. We kunnen niks meer. We hebben gewoon verloren. Bij deze. Ik geef nou gewoon op. Kijk onze arcade stats. Even beginnen. Nu hebben we eens één voorgebouwd item ook. Oké, boots, dat is een item voorgebouwd.
Maar... Het is... Nee, het is... Nee. 2-5. Hier. De enige die doet is de aap en Curry, maar die weet ook niet wat hij moet doen. Tenminste, die weet niet wat hij moet doen. Die sprint gewoon in van... Ik doe maar gewoon iets. Ik doe maar gewoon iets. Die pakt alleen de kills op het laatste moment, maar dat... Nou, dat is het ook een beetje. We hadden kunnen winnen. Wel, dat wel. Maar misschien dat ik geen Annie moet kiezen, maar... En gaan wij moeten zijn er gewoon... Iets kiezen waar je bijvoorbeeld een zet. Een zetbot. Dan kan ik tenminste zelf op terugvechten. En dan snap ik het, ik bedoel. Beter kom hier, ik wil een assist. Beter kom hier, ik wil een assist. Beter kom hier, ik wil een assist. Give me that assist. Bip, bip. Hoe leg je je team uit dat het toespel is door weg te rennen? Zie je deze eerst daar in de Europa? Als ik dit doe, open ik dit. Sure, yeah. Waarom ik niet heel vaak meer op dit kanaal upload? Tenminste, dit kanaal, ik bedoel vooral dit account speel. Het is gewoon puur. Ik kan het allemaal. Wauw. Ik kan het gewoon helemaal verstoppen. Dat is gek. Nou, waarom ik minder op dit kanaal speel is gewoon. Ik heb nog niet de masteries. Voordat ik echt een bulke aap. Dit is echt de slechtste aap build die ik ooit heb gezien. Ik moet eerst deze. Dan kan ik voor mana. Dus dat is nog 3 levels omhoog. Of 4 zelfs. En dan kan ik. In ieder geval. Dit is net wat je wil. Een Adi Kelly. Dit is. Ik heb nog niet eens. Ik heb het nog niet eens. Een support. Dit is echt een baggerig support. En dit is amper tank. Oh my god. Oh god. Het is gewoon niks. Ik weet niet meer wat dat is. Maar dit was AP en AD. Heb ik aangemaakt. Die kan ik al nog eens afmaken.
vast. Nee. Ik kan hier nog niet eens verraken. Ik kijk wel. Maar het liefst ga ik de winnende kant op. En dat niet bij de laatste kutjes. Nee, Pieter. Ga eerst kijken welke champions die skins zijn awesome. Dat zeker. Maar daarvoor zijn we hier nu niet. Wij zijn... Nice. Oké, ik moest even kijken. Oké. Oh, nee. Dat ik iets anders bedoelde van IP. Anders ging ik meteen SDO kopen, ik zweer. Dan gaan we weer naar champions. Of we sparen voor, ik zei. Kan het daar overal champion ding? Of ja. Welke ik... Wow, dit wou ik dan weer niet. Wat bedoel ik? Of ik zei... Sparen, ik zei super chill. Klister, nou. Kan ook wel chill zijn. Zo, is ook chill. Lucien is chill. Waarvan ik echt denk, die zijn chill. Darius. Nou, is heel sterk, maar niet in mijn. Niet dat als je hem door mij laat spelen, echt. Kreeft, weet ik niet. Nog nooit echt mee gespeeld. Nou, zo. Eens geluid zo vertalen. Die zin. En dan. Wow. Heb ik een update gemist? Alweer? Ik dacht echt dat die 32 was, maar blijkbaar is het 50 verminderd. Dan kan ik er eentje kopen. Moet ik nog even gaan kijken, want dan gaan we dit nu spelen. Of Blitzrun, de Mana Perio overwint alles. Je weet toch? Of we gaan Heimdinger, super chill, zeker een rankje. Of lift alles met die. En dan maar het is zo'n jaas, dat is gewoon meestelijk ook. Kartus, als ik dood, ik kan gewoon over snipen met mijn ult. Je bent dood. Katrina, super chill, je bent gewoon dood. Gewoon letterlijk, gewoon als je bij me komt, voet je dood. Oh, zo chill. Leblanc, juk, Lux, chill. Nelly, chill. Pent, chill. Drum is chill. Shaka, chill, Shen. Oh, ik kan zo moeilijk kiezen. Oké, bij deze. Bij deze. Kluisje maken. Oh, andere kaart kocht ik. Ik had die. Echt ja. Deze om. Maar die had ik zo snel. Want ik had weinig geduld. Want dan kon ik naar elk potje dan meteen kopen. Als Timo heb ik het meteen gekocht. Bij deze ga ik dit doen. Ik ga dit doen. Ik ga eerst Lux. Dan ga ik Blitzcrank. Dan Katarina. Dan Lily of LeBlanc. Kijk op dat moment sterker is. Dan Shaco. Maar als ik level 30 ben. Of bijna 30 haal ik Evrio.
welk moment dan ook, ook al heb ik net een ook al heb ik net blitzcrank, ik gaf Katarina, dan gaat eerst. Oké, ik ga niet zo snel naar level 30, maar we gaan eerst Ezreal. Dus dat is een beetje het plan van de serie. Dus bij deze komt de Lux Master tot leven. En daarvoor hebben we dit nodig. Nu we Lux hebben, hebben we een nieuw teamlid. Met een nieuw teamlid gaan wij overwinnen. Maar voor te overwinnen hebben we runes nodig. En dat komt als we level 30 zijn. Dan halen we runes. Voor beide. Appai en Adi. Niet voor tank. Dat is één ding wat ik zeker zeg. Deze voor AD. Letterlijk. Dus bijvoorbeeld alleen maar AD. Of ik ga kijken. Wacht. Deze wordt. Ja, bij deze. Bij deze ga ik die doen. Deze. Ja. Deze wordt voor deze vier komen voor defense. Deze voor mana. En deze vier dan weer voor medium resist. Volgende krijg ik level 18. Volgende 29. 30. Oké. 27 en deze 29. Oké, dan weet ik het een beetje. Maar eerst even kijken bij AP. Gaan we even opnieuw inrichten. Cooldown. Belangrijk. Moeilijk. Als ik eerst dan weet ik dit niet had. Wacht, is eerst goed toch? Wacht even. Ik wil even kijken wat dit doet. 20% defense. Dus iemand minder dan 50% heeft, gaat de damage bij 5% omhoog. Dat is mooi. En met deze ook 5 increase, mooi. Dus is mooi, oké. Die kan ik nog niet eruit halen. Maar wat ik wel misschien kan doen is dit. Als ik dit even doe, kan ik dan ook dit doen. En dan. Basic attack zijn single hit. Oké, mooi. Dan gaan we dit doen. Dit. En dit. Dan doe ik dit. Champion kills. En er is 5 missing health en mana. Dat is ongelooflijk. Stel je voor dat je bij een heel tanky iemand dat hebt. Dat is gewoon ongelooflijk. Dus even moeder. Wij gaan. Lux. Mid, snipe. Of. Bot. Snipe. En ik hou van champions met de smite. Het is een minder. Aan de ene kant heb je minder range met Lux dan met Ezreal. Maar aan de andere kant ook weer wel. Want je kan stun. En dan gewoon. That. You cannot run. Waarom eten ze dit niet op? We gaan. Accept the match. Dan kiezen wij. Tactical Lux. Decision, summoner. AP Lux. Win. GG. Automatic win.
Sorry, maar... Perfect. Ik stun. Kijking. Ik kan gewoon... Die range. Oh. Bot. Support. Wel een tiegelijk veel stun. Keteling B, stun. Q stun. W, niet direct, maar het trap. Stun. Het is de stun time. Oh my god. Hij hebben Shao en Rek'Sai. En dan, we gooien iedereen omhoog. En dan pakt Mesties en ik heb... Down. Oh. GG. Wel. Hoe heb je het? Oké, we hebben ook een nice team. Nu nog alleen hopen dat ze kunnen spelen. Niet heel noob zijn. En de tegenstander niet al te pro en ook niet een al te goed team heeft, natuurlijk. We hebben wel nadeel, want wij zijn... Vervelend aan de andere kant zit. Vind ik vervelend. Zo. Hoe dan ook. We hebben een goed team. Ja, ik... Grap. Ik heb een meest goed team, vind ik. Maar we hebben ook Fizz, Jinx, ook een mes team. Een Pantheon. En nog iemand. Tja, oh nee, Shinji. Godsamme. Vervelend, heel vervelend. Dit vind ik dit, maar hoe dan ook. Ik ga één ding uitleggen. We hebben geen Jungler, maar dat besef wij ook niet. Dus dat is dan niet echt heel erg. Just smokescreen. Green. Wauw. Fizz. Fizz is best wel sterk, vooral met een ult ook, waarmee hij... Sloot, dan heb je Pantheon stun, dan heb je Jinx A stun, dan heb je Mr. Yi, die spreekt voor zich, die is gewoon dood. Ben van spreker, snap je? Ik vind het wel. En heb je Jinx Zhao, en dat met die in het hele team verlies ik 100%, altijd bijna. En ik wil niet zeggen, maar kut, is het eigenlijk gewoon. En die kan je ook op knock-uppen. Die ziet je gewoon omhoog van, hey, ja. Ga jij maar lekker in de lucht spelen. Zo gaat het ongeveer. En dan ben je ineens dood. Om de Jinx Rocket op je afvuurt ineens. Die koekenbakker. Ja joh. Oh. Ik besef me net iets meesterlijks. Zoek op YouTube. Leer. Lol. Live. Dus David Games. En dan... Ik zal even kijken hoe de video heet. En dan besef ik nu, dat doe ik niet op mijn iPad. Ik zet het linkje wel in de beschrijving. Volgens mij heet hij niet Leerlore Live. Want na deze video ga ik hem terug editen en dan zet ik het wel in. Het is wel een leuk idee, want ik ben nog steeds team blauw. Maar dan anders. En we zijn nu team rood. Maar voor hen zetten we dan zo. Dat vind ik een heel leuk idee bedacht. Dat het zo is. Dan voel ik me wel beter. Er is nou letterlijk gewoon niks in zijn handen. En die heeft een hamer in zijn handen, die gast. Wij niks. Wij zijn tover. Oh, wij zijn de tovenaars met AP. Hun zijn daarvan de hamergast AD. Ja, kan ik maar. Caitlyn. Nope. Genies. Geniaal. Ik vind het nog grappig.
We can do this. Minions have spawned. Gewoon verheld ik die gast. Hij is knettergek. Die ranged. Ik zie daar iemand blij poepen. Is die van Mike? Mike. Zo nice. Het zijn een blauwe dingen. Ze zien er zo veel als ze maar uit als ik eerder ben. Veel woord. Ik mis. Nee, you ghost. Je bent geest. Te flauw, vind ik. Je bent in deze een gedaligreerde agent genaamd AGP. AGP. Hip de lik. Beter. Een soort hoe mijn brein nadenken. Nu zit er een tijdsblok of zo, ik weet niet wat het is. Fail. Late game of winnen wij? Ik meen het. Dat is mooi zo dat je hem neerhaalt. Een late game kunnen wij overheersen. Maar daarvoor moeten we wel. Daarvoor moeten we wel. Ik heb een stroom en stun besef ik nu. Super OP. Ik weet dat is oké. En ik heb een shield. Ultimate support on. Ik kan gewoon. Do the dive, you get stun, you get slowed. Ik deed echt mijn best daar. Ik kon niet meer damage doen dan dat. Waarom staan ze daar nou weer? Run away, bitch. Click.
beter. Oh, irritatie. Mijn irritatie moet mee verbinden. Ik kan beter misschien de euro pakken, want ik hoe dan? 16, 10, 9. Damage. Nee, van echt heel veel, maar. Ik vind het wel handig voor de cooldown. En zo. En met. En het andere. Dat. Waar de energy regen. Moet even deze weg. En dan. Had ik het zelf zeggen. Je wordt nog maar level 3 pas op, hè. En dan zie je jou, kunnen we uit gaan verliezen. In hoeveel sta jij? 0, 2, ja. Kijk, die is één keer door, kan dat wel. Maar. Je rent er gewoon letterlijk in. Niet de slimste manier. Ik snap wel, je wilt iemand dood hebben, maar. Die manier liever niet. Laat hem dan maar lekker leven, zou ik zeggen. Ik kan nog twee mania potions mee. Dat vind ik ook wel chill. En zo hou ik het daar nog even uit. En jouw damage is overmeester, dat ik zweer het. Zijn damage is nu unbelievable. Ja, sorry, die kan ik nog niet. Maar bij deze heb ik wel weer 10 golden resist en 30 dingetjes. Meestal niet. Ik kan bijna elke minuut mijn ul doen. Dat is toch nice? Wat? Fijne spark. Nice. Je heet het kon. Peter, laat je mij even met dat doet. We can do this. Nee, we zijn dood. Nee, je bent geen god. Daar op de schouderstuk zei ik bloed. Ja, ik zag het uit. Dat is gewoon zo. Ik kan maar zeggen, een zin, je bent geen god. Nee, je bent geen god. Ik ben niet goed. Wat hou je op de schouders? Maar ik ben een god. Het is zo'n klein verschil. Alleen ik en misschien wel. Het is gewoon. Ja. Ik ben een god. Wat hou je op de schouders? Ik zuig bloedje. Ja. Ik zeg altijd je ouders met trouwens overlijden. Wie maak jij nou nood? Niemand bent die door. Jouw flauwe idioot. Draak in je nek. Kijk hoe kun je af bent. Trouw fan met de butter af en de wil zijn. Mij zijn jij geweldige imitator. Blijf eeuwig jong. Die loopt zich met een rollator. Ja, is overleden. Wie maak jij nou dood? Niemand met de boy. Ik heb een liedje nu ook in mijn hoofd. In mijn hoofd. In het oog, maar niet uit het hart. Dat liedje heb je natuurlijk ook nog. Even vergeten, maar het klopt wel zo. Hoe je het weet, zeg ik. Oh no. Eigenlijk wil ik nu met een fijn spark op mijn feest richten, maar. Ja, maar genoeg kan dat niet. Niet alles kan. You can do this. You cannot kill me. As I cannot kill. I cannot kill me, want I are killed. Now, yes. That is not good English. My English is better than not you. That is so nice. Here, fun, bitch. Ha. Another touch. Rex eyes. Oh, Freddy wil op mij zijn. Ik dacht dat ik heel jong ben. Dat ik heel lood uit. Je hebt een enemy.
the final spark of wind. Zo doe je dat, jongens en meisjes. Ik zie het zwaar, fijn. Daarom wil ik Lux. Die final spark is zo chill. Dat kan je niet bedenken. Op het moment dat jij hem nodig hebt, is hij hier voor je. En bij deze heb ik ook nog wat. We can do this. Heel wat extra. Hoe dan? Ik weet niet. Krijg ik hier code van? Nee. Maar die is er 2, of mis ik mana? Heel veel mana dus. Heel chill. Oh wauw, krijg ik Pekkel ook nog echt mijn mana bij? Super cool. Ah ja, 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 sorry. Ik was vergeten dat hij die had. Maar ja, het was wel gewoon, het is bla 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 3 tegen 1, 2. Misschien of 4 nog wel. Oh nee, want het is niet de serieus. Beter kunnen wat ik daar denk. Ik ben bang voor zo'n ultimate. Ja. Ik ben bang voor zo'n ultimate. Ja, dan beter dan vroeger. Hoor. Ik zal ook even gaan. Ik weet niet of ik dat moet doen. Ik ga nog even proberen. Ik ga het doen. Ik ben bijna terug met Messi. Got your boots? Nope. Damage is ook. Even waar ze ook al. Ik weet het. Maar ik denk dat hij mij wel in één keer dood kan krijgen bijna. Oké, go. Ga erop. Oké. Esther, go. Ik ga gewoon urnen doen, ik had er aan het tijd. Doe dat. Ik wou mijn ul doen, maar nee, ze gaf me niet, geen tijd. Voor mijn ult. Nou ja, als ik jullie ben, zou ik hun ook zo daar geen tijd voor geven. Want ik had gewoon perfecte AP. Ik had double kill. Bam! Oh nee. Oké, ik haal die straks wel. Waar is Boots? En ik wil nog een doorframe. En dan wil ik nog wat heat potions. Dat vind ik ook mooi. Voor even. Kijk, nu kan ik veel meer mana regen, namelijk 4. Oh, dat is best te veel.
En als ik iemand kill, krijg ik ook nog 8 mana back. En dan, ook een mana dat ik mis, krijg ik 2% meer. Dus eigenlijk heb ik zometeen iets minder mana nodig, want mana geeft letterlijk. Wauw, met deze geef ik ook nog straks, dus straks heb ik echt 40 cooldown Urux in, is mijn plan. Uiteindelijk. En jij hebt nu vast, oh nee, nog niet, gelukkig. Als je meest lifesteal. God, mijn meester is echt een noob. Hij durft niet. We zijn dus 2 plus 1. Go. Kom, kom. Meester. Please. Meester. Kom. Het is goed. Het is goed. Dat was een mooi ulti damage. Good job. Oeps. Zijn damage is ook wel hoog. Wow, ik wist niet dat hij dat al wordt. Dan ga ik echt uit van dat hij een hoog damage heeft. Later. Alleen ga ik. Die ga ik daarna. Daarna. Dat wordt hem, bij deze. Of nee? Ja, wel zo, en dan, ja. Mm-hmm. Ja, het is al goed. Ik doe alleen maar wat damage in mijn face. Wat chill dat we... Ik zat te wachten op die ult. Die moest ook maar komen. Want de ult was het enige wat echt damage deed op mij. Het is een massaal damage deed. Daar ik een beetje op wachten van. Kom maar met die damage. Dit is goed. Nu wil ik aan deze turret hebben. Oké, in dat geval ga ik hier even koeloeren. Buiten die wijk. Ik hou niet van
moord. Alles bovenop mij. Dat was compleet nieuw voor mij. Als ik eerlijk ben. Als ik eerlijk ben, vond ik dat compleet nieuw voor mij. Waarom ik daarin liep, joh. Ik moet mijn leven voor die. Ik wou eerst mijn. Oh, dat is ik nog niet zeker. Oh, nee. Oh my god. Het is geen cooldown. Ik kan je nou zeggen. 25. Ik had die ook nog, uiteindelijk. Nog meer mana, dus die. Die. Ja, bij deze. Dan moet ik even kills maken. Shoot, super chill. Bitch, you go down. Serious. Lekker voor jou, maar mag ik ook geen kills halen? Ik bij deze blijf bij de zijn 100%. Zij is alleen enorm snel voor mij. Dus dat betekent ook dat de tegenstop enorm snel voor mij. Ik ben echt kort slom. Met in deze game. Kijk hoe snel die wandelt. Je moet je voorstellen dat hij underground gaat. Mine of not the mine, that's the question. Going.
Okay, you need damage. We need no damage. Ah ja, ga tanken hier. Nice, you are P is echt meest druk, zeg ik alvast. Dus ook een keer niks. Alleen was het echt gewoon 2 voor 4. 5 misschien zelfs. 5. En dat is. Het is sterk. Maar niet sterk genoeg, helaas. En dan denk maar weer dat iets goed aan meesterlijk is. Bij deze. Oké, ik kan het niet verstaan. Nog meer koeda. Beter. Beter. Is deze? Daarna die. Zaak op orde. Ik kan niks doen. Mijn ult, dit is een ult van 30 seconden. Het lijkt net ult. Het is gewoon amazing. Lux, ga ik vaak spelen met dat. Lux, ik heb nooit zo'n shit met Andrew gezien met jou. Echt waar. Oh my god. Ik wil gewoon voorbeeld zijn en dan vind ik het niet pas. Zo herkenbaar, zo herkenbaar. Ook al valt het nog best wel mee, want we zouden ook zomaar kunnen winnen. Onthouden dat ik niet zo tanky ben als er. Maar ik onthoud dat. Au. Au. Yes. Au zonder een. Au is au zonder een gurk ben jij een au. Kurk. Gevochten. Als er al bij. Ik heb er gewoon een nikker. Ik had er een nikker bij. Maar dat gaat er nog een nikker. Bij je eigenlijk. Ik wou zeggen erop. Dat is wel mee. Hij valt niks. Daar wil ik recht zijn. Nee, stellen. Kijk, hij heeft. Aardig. Wat? Hij kan overal tegelijk zijn. Hij kan zo makkelijk HP. Hij doet ook nog heel veel damage. En hij kan ook tegelijk heel veel attack speed hebben. Ik vind mij de beste champ ever. Nou, ik weet een beetje overdreven misschien, maar hij is wel sterk. Sorry, maar ik heb geen visje meer, dus. Ik blijf hem een beetje achter. Nou, ook mijn bloebuff. Ik wist hier misschien niet voor mij, maar bij deze wel. Nou, ik ga hem. Nee, ik ga hem. Letterlijk niks. Dus niks. Shut down.
zie het. Ik zie weer. Time. Goed job geschouwd, voor mij is het goed gedaan. Liever niet. Nee. Laat mij maar gewoon lekker leven. Laat mij met mijn eigen gang maar gaan. Het is oké. Soms moet je juist iemand loslaten. Voor me gelukkiger maken. Waarom laten mensen mij nu gewoon niet met rust? Waarom moeten ze mij nou gewoon meteen weer killen? Een beetje overdreven. Ja. Vind je niet? Nou ja, nog om deze toeschrijving. Misschien kopen we deze ook zo en dan gaan we die halen. Dat is enorm veel damage. De eerste keer dat ik AP speelde, had ik nooit een deurskip. Ik wist niet eens dat dat kon. Het is gewoon een deadcap. Wow, de tankstander is een deadcap. Wow, dat geeft 120 ability power. Laat ik alleen maar van die kopen. Meestje is zo duur. Ik was er waar al aan het verliezen. Dus. Nu ben ik al dus ook aan een item gekomen. En dat is een beetje sterker. Ik heb mana nodig, ik heb een blauwe vlam. In het begin. Daar kijk je niet naar. Nee, je bent gewoon. Hey! Die doet meer damage. Dus soms heb je dat nodig voor damage te doen. Eén item. Dat waar je dus dan van. Uiteindelijk toch van. Zie ik jou niet af. 30 sec. Ult. Cool. Down. I like 30 sec. Ik kan really spam nou. Ik kan echt spammen niet. Ik had iets hier rond. Dat was lol. Nope. Hallo, ik ben niet te veel.
tijd. So nice. So nice. So nice. Beautiful. Ik hou van Lux. Ik heb nooit met Lux gespeeld. Ik heb nog nooit Lux gekocht. En nu heb ik er eindelijk. En nu voel ik me as. Oeh. Het voelt nog zo klein stukje. Voor gepromoveerd te worden naar level 16. En we hoeven nog maar 15 levels. En dan nog maar 14 levels. Voor deze serie af is. En dan gaan we een andere serie starten. Dus of we doen dan Roto level diamond. Of we gaan een andere serie doen. Naar jullie keuzen. We hebben natuurlijk wel de serie. Niet die serie, maar Minecraft Survival. We kunnen die ook vaker uploaden dan. Maar dat gaat pas als de video's die we nu hebben klaar staan. Als die allemaal geüpload zijn, dan beginnen we daar pas mee. Dan gaan we die elke dag doen of nog meer. Dan doen we 3 keer per week. Als het nodig is, als jullie dat willen. Dus ik ga dat doen. Ik ga dat straks ook in een andere video vragen. Die komt, weet ik niet precies wanneer online, maar hoe dan ook. Er komen hele vette dingen aan. We hebben hele vette dingen in gedachten. Dus maak me geen zorgen. We kunnen ook nog Assassin's Creed. Die heb ik ook nog op mijn computer staan. SciencesWow. Ik was SciencesWow aan het opnemen. Alleen heb ik dat opgenomen, alleen geen censuur. Hoe heet dat? Gek om meer. Tenminste, hoe heet dat? Copyright muziek ook een beetje doen. Dus ik heb 3 afleveringen van Science Rob. Maar die zijn alle 3 niet kunnen online. En de eerste was maar 1 uur, de andere 2 uur en de andere 3 uur. Dus 5 uur opnames is nu kwijt. Door copyright muziek. Balen. En zij was hier een YouTube filmpje aan het kijken op achtergrond met copyright muziek. Dus ja, dus ik kan ermee verder gaan, maar het is wel wat minder lang. Want we zijn al bijna over de helft. 40-50%. Ongeveer een beetje ertussenin. We kwamen de stack tegen. Ik was helemaal. Ik dacht van wow, de stack. Wow. We zijn pittig ver namelijk in de game dan. Dacht ik. Maar het viel nog redelijk mee. En ik was blij met de zeefloos. Want dat ding kon je upgraden. Dat was zo vet. Je hem zo groot kan maken. Maar dat is genoeg voor deze video. En dan zeg ik later bij deze.